Als de dorpelingen van Ivanski, diep in het Bulgaarse platteland, geen ruzie hadden gekregen over geld, was het waarschijnlijk nooit naar buiten gekomen. Een grootscheepse fraude met Nederlandse sociale voorzieningen. Ze zijn bijvoorbeeld 3600 euro. En за него другите пари, другата карта. Само че той смисъл, той сменил банковите сметки, прехвърлил парите си върху него и даде не празните карти. Gratis geld in Holland. Gewoon inschrijven op een Nederlands adres en dan huursubsidie of andere toeslagen aanvragen. Het geld incasseren en dan maken dat je wegkomt. Voordat de Belastingdienst erachter komt dat de boel geflasht is. Цяла България, цял свят се регистрира в цялата. Балкомата, като кажа, всичките му знаят. Аз съм доволен, аз съм си взимал парите. Ядах, пих си, живях и пак ще ходя в Холанда. Leuker kunnen we het niet maken, daar denken de Bulgaren kennelijk anders over. Ja, maar het lachen moet ze wat mij betreft snel vergaan. En de mogelijkheden die zij kennelijk hebben ontdekt, moeten snel worden gestopt. En de tijd dringt, want vanaf volgend jaar mogen alle Bulgaren ook in Nederland legaal wonen en werken. En dan gaan ze pas echt komen. Ivanski, een klein dorp in het straatarme oosten van Bulgarije. De inwoners, vaak Roma, leven in grote armoede. Vorige maand duikt er opeens een cameraploeg op van de Bulgaarse tv. Защото не съм взимал нищо, идват ми писма, които трябва да върна пари. De aangifte van deze man bij de Bulgaarse politie brengt een jarenlange fraude aan het licht. Това са картите с помощ. Куна жената, да. И от тая карта са издръпнати 19 890 евро. Разпечатките ми ги, ето ги, дето съм ги изкарал. Wat blijkt? De meeste mensen in Ivanski hebben een Nederlandse bankrekening waar de Nederlandse Belastingdienst huur en andere toeslagen op stort. We willen weten wat er precies aan de hand is en vragen onze correspondent in Ivanski te gaan uitzoeken hoe die mensen aan een Nederlandse bankrekening komen. Ze zijn отишли всичките. То няма човек, който да не отиде там заради тази регистрация. Всички отиват там. От селото всички. Кой ги води? Еми, то си има хора, които да ги водят. Там има други хора, които да ги управляват, къде да ги посрещат, къде какво да направят. Een stuk of zes mannen uit Ivanski en omliggende dorpen regelen die reizen naar Nederland. Dzinka Danielova is een van de mensen die vorig jaar samen met een paar buren naar Nederland werd gebracht. Bus пътувах ми. Тидах ми до там. Кой град? В Тил. И какво става? И там на другия ден направихме адресните регистрации, където живеем. После отидахме в Химента, направихме документи за банкомати. De tussenpersonen regelen adressen waar de mensen uit Ivanski zich kunnen inschrijven, zoals hier in Dordrecht. Ние водим около 6-7 човека на къща, пък вътре живеят по 25 човека. Het beschikbaar stellen van dat soort inschrijfadressen is big business, zo blijkt uit een reportage van de Bulgaarse tv. Значи аз почна да правя бизнес адрес. Примерно човек може да взема на месец само да му дам моя адрес, 150 евро. Ще намеря 10 човека, ще ги регистрирам на моето име. Ей, 150 евро на човек, защо да работи? Ook Rotterdam lijkt door deze tussenpersonen te worden gebruikt om toeslagen aan te vragen. Zo vermoedt wethouder van wonen Hamid Karakouche. Wat wij gemerkt hebben, omdat wij het echt in de praktijk volgen met ons team, is dat wij op een gegeven moment van 50 inschrijvingen per maand ineens een sprong maken naar 250 inschrijvingen per maand. Dat viel ons op. Van Bulgaren. En we hebben dat aangepakt door te zeggen van we gaan u pas inschrijven als we uw woning gecontroleerd hebben en gecontroleerd hebben of u daadwerkelijk woonachtig bent. En op basis daarvan zag je in één keer weer een afname. Maar helemaal uitbannen lukt ook in Rotterdam op deze manier niet. Het toeslagensysteem is namelijk makkelijk te misbruiken. En ik vergelijk het als volgt. Ik zeg van ja, als je een rijtje woning hebt en de rest van de buren hebben allemaal goed beveiligd en u laat uw ramen en deuren wagenwijd openstaan, ja, dan moet je ook niet raar staan op te kijken dat je dan bij jou in dit geval ingebroken wordt of dat de spullen worden weggehaald. En dat is de situatie op dit moment? Wij hebben ons systeem niet op orde. En daar wordt misbruik van gemaakt. De tussenpersonen regelen een vervalste werkverklaring. Met die verklaring en een nep huurcontract schrijven de Bulgaren zich in bij de gemeente en krijgen een burgerservice-nummer. Daarmee openen ze een bankrekening.
Vervolgens wordt er huur, zorg en kindertoeslag aangevraagd. Нищо из мама няма там. Просто подписываш, даваш документи и те ти дават пари. Ти изкарваш една банкова сметка, банкоматна карта и то е. За какво ти дават пари? Еми, не знам. Дават ги, аз не знам. Als de bankpasjes binnen zijn, vertrekken de Bulgaren weer naar huis. Het geld wordt door de Belastingdienst elke maand overgemaakt. En met hun Nederlandse pas kunnen ze in Bulgarije de toeslagen zo van hun rekening pinnen. Ти взема ли си такива пари? Взема са, да. Колко време получава и колко пари взе? Ами, значи, за 3 месеца съм приготвил тези документи и на 4-тия месец ми додаха 2400 евро. En die 2400 euro is nog maar het begin. Er zijn mensen in Ivanski die al jarenlang een paar honderd euro per maand op hun rekening krijgen gestort. Каквото ми обещал, сам си го направил, ето, и си купих къща. 1000 евро ми дадаха, ядене ми дадаха, пиене ми дадаха, всичко ми дадаха. De Bulgaren uit Ivanski worden dus naar Nederland gebracht, waar ze zich laten inschrijven en toeslagen aanvragen. De Belastingdienst keert die gewoon uit en controleert pas achteraf of dat terecht was. We laten het misbruik zien aan staatssecretaris Wekers van Financiën. Hij is verantwoordelijk voor de toeslagen die de Belastingdienst uitkeert. Schokkend. Ronduit vreselijk. In alle eerlijkheid, wij hebben in Nederland een prachtig systeem opgebouwd. Een sociale welvaartsstaat waarbij we zorgen dat mensen die hun huis niet kunnen betalen, dat ze een stukje worden geholpen. Als mensen de ziektekostenverzekering niet kunnen betalen, dat ze daar een kleine bijdrage voor krijgen. Moet worden opgebracht door mensen die hard werken, die belasting betalen. En dan is het onacceptabel dat eigenlijk ons voorzieningssysteem, dat de toeslagen, als een soort pinautomaat wordt gebruikt. In Bulgarije loopt het innen van de Nederlandse toeslagen uit de hand. De organisatoren willen nog meer voor zichzelf binnenslepen en halen stiekem geld van de rekeningen van de bewoners van Ivanski. Ik had drie pari, ik heb niet meer dat получаваш. Ja, snap je, niet meer drie pari dat получаваш. Maar je по-добре разберем другите хора. Че месечните пари идват всеки месец там някъде по 200 евро или 300 евро вземане на месец. Dimitri voelt zich beroofd. Er blijkt niet één keer, maar elke maand geld op zijn rekening te zijn bijgeschreven. En dat geld wil hij hebben. Отивам аз в Холандия, да искам банкоматната карта, то в Турчината, вика... Няма, вика, аз вика, съм изхвърлил, вика, всичко. Няма, вика, банкоматни карти. En er blijken meer buren van Dimitri op deze manier gebruikt te zijn door de tussenpersonen. Той дойде при нас, Ариан. Той ми предложи едната карта да е за него, едната е за нас. Обаче той явно е взимал двете карти. Въобще имаше в него 60 карти. Той ми взима парите. Колко ти взе? 19 890 евро. За 2011 и за 2012. Два пъти съм взимал по 250 евро и спряха. De bewoners zijn woedend en doen aangifte bij de politie. Twee mannen worden opgepakt. De vrouw van een van de verdachten regelt al sinds 2010 dat haar dorpsgenoten Nederlandse toeslagen kunnen innen. Вас ви обвиняват, че сте водили хора там да се регистрират и след това сте живяли с техните помощи от техните... Аз на сила никого не съм водила. Те сами са идвали тук и са се молили да ги караме. Колко пари получаваха те? Ако получават 2000 лева, 1000 лева за тях, 1000 лева за нас. Това е. De twee opgepakte mannen zijn na 24 uur weer vrijgelaten. Er is, voor zover wij hebben kunnen achterhalen, geen contact geweest met de Nederlandse autoriteiten. Vanaf 1 januari 2014 mogen de Bulgaren die nu nog een werkvergunning nodig hebben, vrij naar Nederland komen. Wethouder Karakous verwacht dan een nieuwe stroom Bulgaren die hier legaal komt werken. Als je de situatie van die mensen ziet, dan neem ik ze niet kwalijk en heb ik ook alle begrip voor dat ze gewoon een kans ergens anders op zoeken. En dan komen ze hier naartoe of naar andere landen. Dus dat, daar moeten we, dat moeten we accepteren. Zolang de situatie daar niet verbetert, zullen ze komen. Voorkomen dat die mensen hier naartoe reizen kan niet. Maar wat wel moet worden voorkomen is dat ze misbruik maken van Nederlandse sociale voorzieningen, vindt Karakous. Overheid, gemeente moet gewoon in staat zijn om dit soort methodes heel hard en heel streng aan te pakken. En dat is zo ingewikkeld, want ik durf op een briefje aan te geven dat we maanden nog hierover discussiëren of het waar is en hoe erg dat is en hoe we het systeem moeten aanpassen.
En dat zou eigenlijk vanaf morgen plaats moeten vinden. U mag in elk geval van mij aannemen dat binnen de wettelijke mogelijkheden op dit moment er alles aan wordt gedaan om zaken te stoppen. Maar dat is niet of voldoende, dat zien we hier. Ja, of om zo snel mogelijk zaken te stoppen. Maar dat is niet voldoende, dat ben ik met u eens. Ik vind deze beelden vind ik echt schokkend. En ik ga graag met de Kamer in gesprek om het systeem aan te passen. Nu controleert de Belastingdienst pas na uitbetaling van een toeslag of iemand wel recht heeft op dat geld. En dat moet dus veranderen. Eerst controleren, dan pas uitbetalen. En dat betekent dat je snelheid van uitbetalen, dat je dat wat minder belangrijk moet maken. En dat je fraudebestendigheid, criminele weren, dat je dat belangrijker moet maken. Het risico daarvan is, of het nadeel daarvan is, dat de goeden onder de kwaden zullen moeten lijden. Want die moeten wat langer op hun geld wachten. Die zullen wat langer op hun geld moeten wachten. Maar ik denk dat het voor de houdbaarheid van het systeem en voor het draagvlak van onze sociale welvaartsstaat van belang is dat het niet als pinautomaat kan worden gebruikt.